Dag jongens en meisjes, we werken nog steeds met meetkunde. Voor de paasvakantie hebben we al in hoofdstuk 3 de vierhoeken bestudeerd. En de voorbije weken hebben we in hoofdstuk 4 het al uitvoerig over de driehoeken gehad. Vandaag beginnen we met hoofdstuk 5, cirkels en cilinders. Dit hoofdstuk omvat twee leerstofonderdelen. Nu beginnen we met het eerste, M22, de cirkel. Zo, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Neem dan vlug jullie werkboek op pagina 226. En dan gaan we van start met leerstofonderdeel M22, de cirkel. Nu, de cirkel hebben we eigenlijk al bestudeerd in hoofdstuk 2. Dus eventjes herhalen wat jullie er nog van weten. Een cirkel is de verzameling van alle punten die op een gelijke afstand liggen van een gegeven punt. Dit punt, M, noemen we het middelpunt van de cirkel. En de kleine r is de straal van de cirkel. Dit is geen nieuwe leerstof, jongens en meisjes, dit kennen jullie al. Hoe noteren we een cirkel dan? We schrijven een kleine c van cirkel, gevolgd door tussen haakjes, drukletter M en de kleine r. De M is het middelpunt en de r is de straal. Dus deze notatie lezen we als de cirkel met middelpunt M en straal r. Vandaag leren we nog wat nieuwe definities in de cirkel. In een cirkel kun je een middenlijn tekenen. De middenlijn van een cirkel is een rechte die door het middelpunt van de cirkel gaat. Hier is M een middenlijn. Jongens en meisjes, een middenlijn is een rechte en noteren we dus met een kleine letter of eventueel met twee drukletters. Merk op dat je verschillende middenlijnen kan tekenen in een cirkel. Maar let op, het is altijd een rechte die door het middelpunt van de cirkel gaat. In een cirkel kun je ook een koorde tekenen. Een koorde is een lijnstuk dat begrensd is door twee punten van de cirkel. Hier is lijnstuk AB een koorde. Merk op, jongens en meisjes, een lijnstuk noteer je tussen vierkante haken. Een cirkel heeft ook een diameter. De diameter van een cirkel is de lengte van een koorde die door het middelpunt van de cirkel gaat. Hier is dus de lengte van het lijnstuk CD de diameter. Let op, lengte van een lijnstuk schrijf je tussen twee verticale strepen. Een middelpuntshoek van een cirkel is een hoek waarvan het hoekpunt samenvalt met het middelpunt van de cirkel. Hier zien jullie zo'n middelpuntshoek getekend. Een cirkel heeft ook een straal, dat hadden we al geleerd. De straal van een cirkel is de lengte van een lijnstuk dat begrensd is door het middelpunt en een punt van de cirkel. Maar in hoofdstuk 2 hadden we ook geleerd dat het lijnstuk zelf ook straal genoemd wordt. Dus merk op, jongens en meisjes, straal heeft eigenlijk een dubbele betekenis. De straal is het lijnstuk, maar de straal is ook de lengte van een lijnstuk. En merk ook op, de straal is de helft van de diameter. Deze groene kader vinden jullie op pagina 226. Van deze kader moeten jullie alleen de definitie van middenlijn en straal kennen. De andere moeten jullie gewoon kunnen toepassen. We gaan nu ook de formule voor omtrek en oppervlakte van een cirkel even herhalen. De omtrek, kleine p, en de oppervlakte, drukletter a. De omtrek van een cirkel wordt berekend met volgende formule. 2 maal pi maal r. Of pi maal d, waarbij d de diameter is. Want weten jullie nog?
2 maal de straal is de diameter. Let wel op, omtrek kleine letter p. De oppervlakte wordt berekend met de formule pi maal r maal r. Of, zoals we geleerd hebben, pi maal r tot de tweede macht. Let op, oppervlakte is een drukletter a. Zowel in de formule voor de omtrek als de oppervlakte van een cirkel komt het getal pi voor. Nu, al onze oefeningen mogen wij met een zakrekenmachine maken. En op onze zakrekenmachine staat een toetsje dat het getal pi uitdrukt. Nu, hoe vind je dat getal? Het hangt een beetje af van het rekentoestel dat je hebt. We hebben hier een afbeelding van de 2 meest voorkomende rekentoesteltjes die door jullie gebruikt worden. We bekijken eerst het linker rekentoestel. En we zien dat helemaal onderaan het getal pi genoteerd staat. Maar het staat boven een toets, boven de toets exp. Dat betekent dus, als je het getal pi wil activeren, dat je eerst op de shift-knop moet duwen, die je helemaal links bovenaan vindt, en dan op de knop beneden exp. Op het tweede rekentoestel is het net op dezelfde manier, maar hier staat de shift-knop een beetje meer naar rechts. En de andere knop vind je ook op de onderste rij exp. Nu zien jullie ook op het rechter rekentoestel de waarde van pi verschijnen. En jullie zien dat pi 3,14159563 is. Maar let op jongens en meisjes, zelfs na die 3 stopt het getal pi niet. Het getal pi loopt oneindig door. Dat betekent dus dat we bij onze oefeningen het eindresultaat steeds gaan afronden. Hoe we dat gaan doen, gaan we eventjes in de volgende oefening uitleggen. Jullie zien hier de 2 formules al staan. Nu gaan we proberen de omtrek te berekenen van een cirkel met een straal van 4 cm. Jullie mogen meedoen met je rekentoestel. We schrijven dus eerst de formule op, want dat was onze eerste stap in het stappenplan. P is 2 maal pi maal r. In een tweede stap vullen we de gegevens in. Dus we schrijven 2 maal pi maal 4 centimeter. We tikken dat in ons rekentoestel en we krijgen 25,13274 en zo verder. Dus zetten we 3 puntjes centimeter. Deze uitkomst gaan we nu afronden tot op de eenheid. Dat wil zeggen dat we geen cijfers meer na de komma laten staan. 25,1, we kijken naar het eerste cijfer na de komma, wordt afgerond naar 25. Dus onze uitkomst komt overeen met ongeveer 25 centimeter. Daarom dat we ook geen gelijkheidsteken meer zetten, maar 2 boogjes. Het teken dat we afgerond hebben. Nu doen we net hetzelfde bij de oppervlakte. We berekenen dus de oppervlakte van een cirkel met ook een straal van 4 centimeter. We schrijven als eerste stap onze formule over. En dan vullen we onze gegevens in. Dus we schrijven pi maal 4 centimeter tot de tweede macht. En dat geeft dus pi maal 16 vierkante centimeter. En als we dat uitrekenen op ons rekentoestel, geeft dat 50, een aantal decimalen na de komma. Wat nooit eindigt, dus we zetten 3 puntjes. Nu gaan we deze uitkomst ook weer afronden tot op de eenheid. En dan krijgen we ongeveer, dus de 2 boogjes, 50 vierkante centimeter. Bij elke oefening staat telkens vermeld hoe je moet afronden bij het eindresultaat. Zo, jongens en meisjes, nu is het aan jullie. Maar voordat jullie aan de oefeningen beginnen, is het toch belangrijk dat jullie de 2 formules goed uit het hoofd kennen. Welke oefeningen hebben we voor jullie geselecteerd? Oefening 1, 2, 3,
5, 17, 18 en 24. De leerlingen die in de klas de 3 sterren oefeningen maken, maken ook nog oefening 21 en oefening 29b. Als jullie al jullie oefeningen af hebben, moeten jullie ze natuurlijk ook nog verbeteren. Dat doen jullie met de verbetersleutel die jullie zoals altijd op Smart School vinden. Maar denk eraan, jongens en meisjes, we zitten nu al bij hoofdstuk 5. Ik wens jullie veel succes met dit leerstofonderdeel. En mocht je toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om in te loggen voor ons contactmoment. Zoals altijd, dinsdag om 11 uur. Dag!